Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is kort voor 6 ochtends. Mijn wekker gaat eigenlijk over 5 minuten, maar ik ben een kwartiertje wakker. Ik lig al de hele tijd wakker. Dus ik ga er gewoon uit. Hey Google, cancel alarm. Got it, canceled. Goed, kijk, het is dus nu net kwart voor 6 geweest. Ik ga mijn was aankleden. En daarna loop ik naar beneden om koffie te zetten. Dus ik ga eerst even alles doen. En daarna dan gaan we naar beneden. Goed jongens. Koffie loopt. Dat is top. Tenminste, die gaat zo lopen. Maar ik zie hier... wondverband liggen en een doekje met bloed en pleisterstickers. Wat is dat? Dus hier in godsnaam wat er allemaal gebeurt. Ik heb vannacht ook mijn vader of moeder heel hard naar beneden horen lopen. Ik denk van wat was dat dan? Ik heb er geen idee. Het was mijn skincare gedaan, dus dat is nu lekker allemaal aan het intrekken. En het is nu eventjes wachten tot de koffie klaar is. Ik ga wel even een sapje drinken. Ik ga niet voor het ontbijt vandaag. Ik heb er geen, maar echt serieus geen trek. Misschien een paar hapjes zo meteen, maar that's it. Ik neem gewoon van alles mee, dus ik kan gewoon om 9 uur, 10 uur kan ik gewoon gaan eten. Nee, het is even wachten op de koffie. Maar zoals ik net al zei, ik heb dus heel onrustig geslapen. En dat doe ik dus elke keer als ik moet werken. Ik heb op de bank zitten. Ik heb dus heel erg onrustig geslapen. Dat heb ik dus elke keer als ik moet werken. Ik slaap super onrustig. Continu wakker, lig je te draaien en te doen, omdat ik als het dood moet dat ik door mijn wekker slaap ofzo. Dat is echt een gedoe. Maar goed, het maakt niet uit. In ieder geval ben ik nu wel wakker, al een behoorlijk tijdje. Ben aangekleed. Even wacht op de koffie. Neem mijn koffie mee naar boven, dan ga ik even mijn make-up opdoen. Terwijl ik mijn koffie ook drink en dan zet ik vaak even een YouTube video aan, zachtjes, want anders wordt het hele huis wakker. Maar ja, en daarna dan, als de koffie op is, ga ik tanden poetsen. Ik twijfel of ik wat moet eten of niet. Aan de ene kant wil ik maar even iets eten, aan de andere kant denk ik, ik weet niet of ik dat wel wil. Maar goed, maakt niet uit. Komt helemaal goed. Ik zie hoe de dag verloopt vandaag. Het is een korte dag vandaag. Van 7 tot 12. Dus dat is wel fijn. En ik kan gewoon om een uur of wat is het. Laat ik nou vaak koffie drinken daar. Volgens mij 9:30 of zo. Vorige keer ook 9:30 koffie gedronken. Thee gedronken. Iemand al thee gehaald. Als ik iets niet van huis morgens is het thee. Ik heb het liefst altijd een kop koffie 's morgens. Zeker in de koffiepauze. Maar ach, ze wisten niet dat ik koffie dronk. Dus ze hadden al thee gehad. Maar niet uit. Maar goed, in ieder geval. Even op de koffie wachten. Lekker kopje koffie drinken. Mijn pa komt zo naar beneden. Die brengt mij vandaag. Super fijn. Ben ik heel blij mee. En je moet hem ook vroeg de tandarts gaan bellen. Dus dat gaat vandaar dat hij ook vroeg opgaat. En dan kan hij gelijk mij wegbrengen. Dus die heeft een beetje last van zijn mond. Dus ja. Het is echt serieus jongens. Als ik eenmaal aangekleed ben, denk ik, oké, dan wakker. Ik ben alleen wel verkouden, dus als je hoort, het komt door de droge lucht in mijn kamer. Ik had vorige keer een comment op mijn video's staan. Oh, je mag helemaal niet werken als je verkouden bent. Dat klopt. Maar dat komt bij mij voornamelijk door de droge lucht in mijn kamer. Het is echt ontzettend droog en ik word vaak heel erg benauwdig wakker. Waardoor ik dus echt denk van, oh, ik ben vergeten mijn raam open te zetten. Dat is niet zo fijn. Zo dus ook afgelopen nacht. Maar goed, daar kom je pas achter als je helemaal wakker bent en het raam de hele nacht heeft dichtgezeten. Dus ja. Ik hoop dat de koffie bijna klaar is. Ik heb wat trek in een kop koffie. Vaak mijn koffie... Vaak maakt koffie mij 's morgens ook wel echt wakker. Dat vind ik ja heel fijn.
Maar goed, we gaan het meemaken. We gaan zo meteen werken. Maar eerst koffie en de make-up doen, want zo wil je niet gaan werken. Goed, ik ben helemaal klaar. De cupje zit erop, ik ben klaar. Ik ben ready, ik zoek even mijn vest. Maar ik kan het dus niet zien, maar ik heb hier neergelegd. Dat is niet zo fijn. Ah, hier zo. Zal ik die meenemen of is dat nodig? Nee, dat is niet nodig. Ik word vanmiddag opgehaald, dus ik laat de camera hier. Het heeft geen reden om te filmen. Binnen 5 minuten ben ik vanmiddag thuis. Dus ik ga beneden nog 1 kopje koffie drinken. En dan ga ik naar het werk. Let's go. Ja, jongens, ik ben weer thuis. Ik heb lekker gewerkt. Het is 1:30 geweest al, dus het is al best wel later. Tada! En ik heb de pleister van mijn vinger afgehaald. En ik moet zeggen, het ziet er oké uit. Het is nog steeds wel open. Dus ik ga er wel weer een pleister op doen. En misschien een beetje, hoe heet dat? Die tape eromheen doen, dat het wel blijft zitten. Maar het ziet er wel beter uit. Alleen mijn huid zat er net vast aan het verband. Dus dat deed echt zeer. Ik moest hem echt lostrekken. Maar goed, dat is in ieder geval goed gegaan. Zoals je daar in de spiegel al ziet, ik heb in plaats van mijn spijkerbroek lekker mijn legging aangedaan. Dit gaat vanavond lekker in de was. Maar ik had natuurlijk mijn witte werkjasje nog, mijn zorgwerkjasje. En ik dacht, waarom ga ik die niet gewoon lekker aan doen naar werk? Zo blijft mijn kleding een beetje netjes. En zo blijft mijn jasje tenminste nog gebruikt. Want die is nu gewoon nog steeds nieuw. En zo hoef ik geen heuptasje om. Dan kan ik alles gewoon lekker in de zakken doen. Dus ik denk dat ik dat gewoon lekker ga doen. Veel makkelijker voor iedereen, ook voor mij. Dan hoef ik niet ook in mijn heuptasje te zitten graaien. Dus dat eigenlijk. Ik heb net gegeten. Ik had nog spersiebonen over met uitjes en rijst en aardappelpuree en weet ik wat allemaal. Dus ik heb net lekker warm gegeten. Het was wel heel erg lekker. En ik had net eerst nog even aan de telefoon. Die gaat zo meteen werken, die heeft een avonddienst, dus we lopen elkaar echt langs elkaar heen. Dus dat is echt wel jammer, maar goed, maakt niet uit. Ik ga even een sapje drinken, ik heb dorst, dus dat gaan we nu wel eventjes doen. En voor de rest niet zo heel veel, ik ga wel even een pleister pakken, want die is toch niet zo erg fijn. Kijk, het ziet er op zich netjes uit. Als ik weer focussen. Maar goed. Mijn hartslag zit in mijn vinger nu, omdat ik alles heb los moeten trekken. Dus ik ga er wel even een pleister terug over doen en misschien eventjes een beetje vettig houden, want dan blijft het ook niet zitten. Plakken. Blijft wel zitten, maar het blijft niet plakken. Oké, goed. Ik heb de boodschappen kunnen vermachten. Ik ben even bij Dirk geweest en ik heb mezelf een plastic flesje meegenomen. Dat scheelt weer. Ik heb even 3 potten yoghurt gehaald. Want ik kwam er dus achter dat het emmertje wat ik heb staan is bijna leeg. Dus dat is super zonde. Want ik eet het elke ochtend, elke avond. En ik wil het morgen meenemen. Als lunch. Samen met Liga en wat muesli. Dus ik dacht... Ik ga gewoon yoghurt halen. Dus ik heb 3 potten gehaald. En nu onderweg naar huis. Alhoewel, ik ben er al bijna. Maar ik liep net daarachter. En oh, laat me die kant lopen. Dat is beter. Ik liep net daarachter. Maar er staan bloesembomen. Dus al die bloesem fluffy dingetjes. Die waaien daar over de hele open plaats. Dus oh, ze worden in mijn gezicht. Maar goed, dat geeft niet. In ieder geval wel. Nu weer op naar huis toe. Het is heerlijk weer, jongens. Echt. Het is zo lekker weer. Het is helemaal super. Dus ik heb even yoghurt gehaald. En even genoten van het heerlijke weer. Ik ga zo meteen denk ik even lekker liggen. En mijn serie verder kijken. Als ik hem kan vinden trouwens. Want ik kwam er gisteren achter dat ik ergens midden in een serie ben begonnen. Dus ja, dat is niet heel slim. Maar het was wel leuk. Maar goed. Kijken of er nog iets anders leuks te kijken is. Verder heb ik geen plannen vandaag. Ik moet alleen nog video editen. Dat ga ik zo meteen even doen. Voor de rest is het vrij rustig. Zometeen nog even de video van gisteren editen. Maar dat is ook geen urenwerk.
Dus misschien een half uurtje werk. That's it. Voor de rest heb ik alsnog niks te doen dan.